Het Kobbenhagen Lyceum bestaat dit jaar 50 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Met een feestelijke avond bij Theater Stilburg werd stilgestaan bij het jubileum. Met verschillende acts door leerlingen en een echte theatervoorstelling van Kobbenhagen Company of Drama. Nou, wat wij doen met de Kobbenhagen Company is dat het echt een groep is voor en door leerlingen. Alle leerlingen van de bovenbouw van het Kobbenhagen Lyceum mogen daar aan meedoen. Acteurs moeten auditie doen. Mensen die achter de schermen werken melden zich daarvoor aan, geven ook een motivatie op. En dat betekent dat het script geschreven wordt of bewerkt onder mijn supervisie door een groep leerlingen. Kostuums worden door leerlingen verzameld, ontworpen. Het decor wordt door leerlingen gebouwd, requisieten worden verzameld, posters ontworpen. Eigenlijk alle aspecten van de theaterproductie zijn leerlingen bij betrokken of hebben zelfs de leiding erover. We hebben vanavond eigenlijk bestaat uit twee delen. Voor de pauze hebben we een gevarieerde avond met wat optredens van leerlingen, van docenten. En na de pauze hebben we een toneelstuk. Elk jaar laten we op Kobbenhagen een toneelstuk doen. We zijn een TTO-school, dat is Engelstalig. Dus elk jaar wordt er een Engelstalig toneelstuk geschreven. De afgelopen 9 jaar deden we dat keurig bij ons op school, in ons eigen schouwburgje. Maar omdat het 10 jaar is gecombineerd met het 50-jarig jubileum, doen we dat in dit prachtig grote theater. En dat is een ervaring voor alle leerlingen die mee mogen. We zijn bijna 10 jaar geleden begonnen eigenlijk vanuit het tweetalig onderwijs. Daar lezen we stukken van Shakespeare. En toen zeiden we het eigenlijk wel heel leuk om daar iets mee te gaan doen, op te gaan voeren. Toen zijn we begonnen met Macbeth. En eigenlijk doen we om het jaar een stuk van Shakespeare. En vorig jaar hebben we een van Shakespeare's comedies gedaan. Nu wilden we iets bijzonders doen. We gaan niet helemaal Hamlet opvoeren. Dat is Hamlet met een vraagteken. Dus het is een comedie over een theatergroep die Hamlet gaat opvoeren. Dus er zitten een aantal stukjes in. Hamlet is een heel moeilijk en best wel zwaar stuk om te spelen. En het is ons gelukt om het serieuze af te wisselen met komische stukjes. Ik speel de costume designer en ik heet Sandy. Dus ik maak alle kostuums voor de karakters in het stuk, zogenaamd. Maar ik acteer het dus. Ik ben, zoals het heet, the money. Dus ik ben zeg maar iemand die altijd zich druk maakt om het geld en hoeveel geld erin gestopt wordt. Sinds, als ik eerlijk moet zijn, sinds juni vorig jaar. Toen zijn we begonnen met brainstormen. Hoe gaan we het verhaal vormgeven? Begonnen met schrijven en dan eind september audities, crews samenstellen. En dan hebben we elke week, dit jaar op maandagmiddag, hebben we gerepeteerd. Sinds ik klein ben, vond ik het ook al leuk om te doen. Ik heb het nooit echt zelf gedaan, maar ik wist wel dat als je naar Kobbenhagen ging, dan kon je meedoen in de bovenbouw. En dat heb ik toen ook gelijk gedaan. Nou, sinds ik al heel klein was, deed ik theater. En ik was een paar jaar gestopt, maar nu weer begonnen. En ik vind het gewoon hartstikke leuk. En dan zitten we hier. Ik ben, ja, je zou kunnen zeggen artistiek leider is een te groot woord. Ik ben degene die het coördineert. Dus eigenlijk in het theater zou je zeggen de producent, maar ik doe ook de regie. Dus ik leid alle repetities, de audities. En ik heb een collega van mij die beeldende vorming geeft, die houdt decor mee in de gaten. Echt het vormgeven, maar ik ben degene die voor de regie verantwoordelijk is, voor het spel. We hebben op 6 oktober een grote reunie gepland voor alle oud-leerlingen. Dat is al volop gaande op Facebook met allerlei berichten. En dat zal natuurlijk in de week dat ook de reunie zit, zal er voor de leerlingen een grote activiteitenweek zijn met een groot feest voor hen. Iets later in het jaar, die datum is nog niet bekend, zal er een tentoonstelling zijn van oud-collega's die uit de kunsthoek zitten. Dat zijn in ieder geval de grote activiteiten die nu op de planning staan. En er komt een jaarboek uit. Of ja, een jaarboek, een jubileumboek uit over 50 jaar Kobbenhagen.
We don't need no education.